Heb jij ook een beetje dat gevoel, net zoals ik een beetje heb, alsof het Formule 1 seizoen al is begonnen? Nou, afgelopen weekend zijn natuurlijk de wintertestdagen in Bahrein geweest. En zoals ieder jaar zegt een wintertest natuurlijk niet heel erg veel over hoe het ervoor staat met de teams. En helemaal na zo'n korte test is het nog maar even afwachten wat de rangorde is. Maar toch zijn er al een paar zaken opgevallen. Tijd om een voorzichtige vooruitblik te doen op hoe de teams ervoor staan. Om maar gelijk met het goede nieuws voor Max Verstappen fans te beginnen, het ziet er goed uit voor Red Bull Racing. Het team hinkt al jaren achter Mercedes aan, maar het lijkt er echt op dat het nu een auto heeft waar Mercedes zich toch wel wat zorgen over moet maken. De RB16B voelt volgens Verstappen goed aan, oogt snel en stabiel en de splinternieuwe Honda motor heeft zich goed gehouden. Het team heeft erg veel kilometers af kunnen leggen zonder echt opvallende problemen. Het belangrijkste is misschien nog wel wat Verstappen zegt over de voorspelbaarheid van de auto. Dat was immers vorig jaar een groot deel van het seizoen een probleem. Toen was de achterkant van de auto nog wat wispelturig, maar nu lijkt de auto wel direct goed te reageren. Ook verschillende afstellingen gooien de balans van de auto niet zomaar overhoop. Internationale media en analisten zijn het erover eens. Red Bull die heeft zijn zaakjes ogenschijnlijk goed voor elkaar en kan niet langer meer met het verschil tussen wat er in de windtunnel blijkt en wat er op de baan gebeurt. De grote vraag is natuurlijk hoe zich dat verhoudt tot de Mercedes van dit jaar. Red Bull kan immers nog zo goed uit de startblokken schieten. In de afgelopen jaren had Mercedes het toch telkens weer net iets beter voor elkaar. Wat dat betreft zit het dit jaar heel misschien toch wel iets anders. Maar nogmaals, het is heel erg vroeg dag. Mercedes heeft in ieder geval niet een hele lekkere wintertest achter de rug. In eerste instantie vanwege de betrouwbaarheid, want het verloor op dag 1 gelijk kostbare tijd vanwege een versnellingsbakprobleem. Een ontmoeting tussen de grindbak en Hamilton op dag 2, dat hielp ook al niet echt. Daarnaast klagen beide coureurs over de wispelturige achterkant van de W12. Eigenlijk wat Red Bull Racing vorig jaar had dus. Op de derde dag toonde Mercedes echter toch wel wat stabiliteit en snelheid die we van het team gewend zijn. Ook al spreekt Hamilton nu over een flink pak werk en over een eng sterk Red Bull, we trappen niet direct meer in de dergelijke uitspraken. De kans is groot dat volgende week het allemaal toch best wel weer meevalt en Mercedes gewoon weer ijzersterk is, maar toch wekt het de worsteling van afgelopen weekend wel wat minder vertrouwen dan in voorgaande jaren. Dus wie weet komen de uitspraken van Hamilton nu wel uit. Achter Red Bull Racing en Mercedes treffen we mogelijk McLaren wel aan als derde team. De wisseling na de Mercedes motor schept natuurlijk hoge verwachtingen. Maar het kan tegelijkertijd ook wel voor gaan zorgen dat McLaren juist dit jaar heel erg moet gaan wennen aan een andere interne opzet van de auto. De McLaren oogde in Bahrein direct sterk en stabiel en er wordt sterk rekening mee gehouden dat het team in één klap de sweet spot heeft gevonden. Ook de inventieve diffuser gooit hoge ogen en wordt nu al getipt als iets dat andere teams na gaan proberen te maken. Zien we Norris en Ricciardo dit jaar op het podium? Nou, die kans die zit er dik in. Dan is er natuurlijk Aston Martin, dat dit jaar voor het eerst in decennia weer terug is in de Formule 1. Natuurlijk bouwt men voort op de roze Mercedes van vorig jaar, al is er wel degelijk een nieuwe auto. De wintertest was niet vrij van problemen voor Vettel en Stroll. Net als bij het hoofdteam zorgde de Mercedes-techniek af en toe voor oponthoud. Toch oogt de auto redelijk competitief en is het te hopen dat de verloren kilometers van afgelopen weekend niet al te veel roet in het eten gooien. Een andere nieuwe naam is Alpine, al is natuurlijk de basis gewoon Renault van de afgelopen jaren. Alpine viel qua tempo enigszins tegen afgelopen weekend, al is het nog niet helemaal helder waar dat precies aan ligt. Het team heeft in ieder geval een risico genomen door de koeling van de auto grotendeels naar hoog in het carrosserie te plaatsen. Daardoor is de rug van de auto bovenaan behoorlijk dik en het ziet er misschien een beetje vreemd uit. Misschien hebben ze er juist wel een gouden greep mee gedaan, maar voorlopig is het nog even lastig te zeggen of Alpine in de buurt van het podium zal komen. Eén ding lijkt zo goed als zeker, Ferrari zal zich ook dit jaar niet in de titelstrijd mengen. Of het zo dramatisch wordt als vorig jaar, dat is nog maar een beetje de vraag, maar de pijnlijke snelheidstekorten vanwege de motoren lijken wel grotendeels opgelost. Maar toch altijd lijkt het chassis niet op orde te zijn bij de Italianen. Er kwamen niet echt opvallende rondetijden van de Scuderia en ook de lange runs wekten nog weinig vertrouwen. Dan gaan we door naar het andere Italiaanse team, AlphaTauri, dat doet het toch wel een stuk beter. Ook hier oogde de Honda motor ijzersterk en wordt dat bevestigd door Pierre Gasly. Die kan het toch weten, want hij rijdt van het hele veld al langs met een V6 van Honda achter zich. Alle ogen zijn echter gericht op Yuki de rookie Tsunoda, want dat is het tweede erg snelle Japanse aan de AlphaTauri. De auto lijkt in staat te zijn om voor sportieve verrassingen te kunnen zorgen dit jaar. Dat geldt ook voor Tsunoda. Japanner met een Japanse auto na het podium, ja, dat zou toch echt wel een cadeautje zijn voor Honda.
Hoewel Alfa Romeo en Haas allebei bevestigen dat de Ferrari motor een stap vooruit is ten opzichte van die van vorig jaar, zal het voor Alfa Romeo niet per se een al te makkelijk jaar gaan worden. Althans, we hoeven niet zomaar te verwachten dat het team ineens steenvast vooraan het middenveld kan meevechten. Toch lijkt het van de twee klantenteams van Ferrari wel de sterkste en we kijken er ook zeker niet raar van op als Kimi Räikkönen misschien zijn oude rode kameraden nog eens het nakijken geeft. Onder nieuw management en met verse kapitaalinjecties hoopt Williams zich dit jaar toch wel weer een beetje terug te gaan knokken. Vorig jaar gaf het af en toe Haas al het nakijken en de kans is groot dat ze dat dit jaar ook weer gaan lukken. De Williams is nog altijd niet een huzarenstukje, maar op zich kende het team wel een aardige wintertest. We hoeven niet direct te verwachten dat Williams steenvast de hekkensluiter wordt van dit jaar. Misschien is het echter wel verstandig om volle bak voor 2022 te gaan. Het zou zomaar kunnen dat dit jaar door een ontwikkelingsstop op de auto de afstand naar de voorhoede alsmaar groeit. Dat geldt in ieder geval voor Haas. Dat team komt met een slecht heel licht gewijzigde 2020 auto al behoorlijk tekort. Dat blijkt al wat ze afgelopen weekend hebben laten zien. Maar het wordt waarschijnlijk alsmaar erger dit jaar. Het team heeft al uitgesproken dat het de focus vol op de nieuwe reglementen van volgend jaar legt. Er worden dan ook amper upgrades voor de 2021 auto verwacht. Erg jammer voor Mazepin en Schumacher die dit jaar debuteren in de Formule 1 bij Haas. Aan de andere kant, nou, een beetje achterin meedoen, een beetje kilometers maken, dat is ook niet heel erg gek. De gevechten om gave posities die krijgt hij op den duur toch wel. Nou goed, dat was me gelijk ook alweer, de GP Fan Special. Hoe de teams er een beetje voor staan op dit moment. Nou, wat verwacht jij van dit seizoen? Laat het weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!